Nieuwe staffunctionaris bij DVS 33, de vervanger van Floor. Ja, echt de vervanger. Maar dan op een nieuwe manier, denk ik. Probeer mijn manier erin te brengen. In die jaren ervaring die ik opgedaan heb. En eens kijken of dit wat wordt. Hartstikke mooi. We hebben het vorige seizoen hier het derde elftal gehad. En die hebben we proberen aan het zingen te krijgen. Na het kampioenschap. Dat team heb jij getraind. Daar heb je van genoten. Ja, ik heb echt genoten. Ik heb een aantal jaren de jongens getraind. En ik heb echt de jaren er echt van genoten. Van alle verschillen die erin zitten. En absoluut. Ben je niet bang dat je dat gaat missen? Dat lekker met die jongens op het veld? Ja, dat ga ik zeker missen. Dat weet ik zeker. Maar ik heb er bewust voor gekozen om ermee te stoppen. En bewust wat anders te gaan doen. Nou, en uiteindelijk kreeg ik de vraag om teammanager bij het eerste te worden. En ja, daar hoefde ik niet lang over na te denken om een kans uiteindelijk een keer met Bert samen te werken. En met zo'n team als dit, met deze jongens. Ja, absoluut. Ja, dat lijkt mij zelf ook trouwens wel heel erg leuk, hoor, moet ik zeggen. Ja, zo lekker dicht bij de jongens staan en kijken hoe de ontwikkeling van zo'n team is. Ja, absoluut. Zeker ook met de uitdaging van onze eigen jongens. Hè. De nieuwe jonge jongens vooral die erbij zitten. Hè. En uiteindelijk kijken of de oude rotten die nu over zijn gehaald. Of die nieuwe jongens ook extra elan en voetbal gochmen bij kunnen brengen. Dat vind ik wel heel interessant om te zien hoe dat werkt. Hoe dat gaat. Bert van Hunestein die brengt nu al zijn stempel heel duidelijk binnen. Onder andere via het teambuildingsweekend. Dat was hiervoor eigenlijk nauwelijks de afgelopen jaren. Wat stel je daarbij voor? Dat het ook echt een teambuildingsweekend is. Hè? Zoals ik Bert ken en de gesprekken die we hebben gehad over de organisatie van het team en van het weekend op dit moment. Ja, zie ik dat ook echt als een teambuilding. Echt, de mannen moeten elkaar door en door leren kennen. Om uiteindelijk die zaterdag hier te kunnen winnen als een team. En dat is de kracht die we proberen daaruit te halen. En daar heeft Bert een goede zet gedaan alvast. Zeker mooi. Maar verder heb je natuurlijk ook te maken met nog een beetje een papieren winkel. Dat is tegenwoordig ook allemaal digitaal natuurlijk. Maar dat moet je ook allemaal weer voor elkaar zien te boksen. Hè? Ja, ook. Maar ook alles eromheen. Alle andere mensen eromheen. Hè? Je krijgt te maken met de businessclub, nou, met pers, met de krant, voetbal op zaterdag. Alles waar ik uiteindelijk nog nooit wat mee te maken heb op die manier, komt in één keer op je pad. En dat is wel helemaal nieuw. Dan moet je wel je weg in zien te vinden. Maar het is ook wel leuk en een nieuwe uitdaging. Absoluut. Onze camera, dat is een echte cameraman, is echt een hele soepele jongen. Hij, die, met accounts en zo, dat komt allemaal dik voor elkaar, denk ik hoor. Ja, ik heb het ook gehoord en dat komt helemaal goed. Dus of die nou op mijn account doet of op een andere account. Maar weet je, af en toe vind ik het niet erg om op zaterdag te wachten. En dan denk ik, waar zijn ze nu? En toen waren ze al weg. Dan dacht ik, verdorie, had ik gewoon de filmpjes willen zien. Nou ja, toen maar. Nee, komt helemaal goed. Als ik het zo zie, wordt het een fantastische zin. Als ik zo je glimmende oogjes zie, je hebt er heel veel zin in. En volgens mij heeft de hele groep er ontzettend veel zin in. Ja, het werkt aanstekelijk. De hele groep, alles eromheen, merkt gewoon dat er een vibe is die klopt. Weet je, iedereen van elkaar. Er zijn andere mensen die opleven, die nu dingen doen die ik vorig jaar niet gezien heb. En in de korte periode al. Dus daar zit een vibe in die groep. Ja, als we dat eruit kunnen krijgen en vast kunnen houden, ja, dan wordt het echt een heel leuk jaar. Het is wel apart, hè? Na anderhalve week en in juni ook nog een weekje. Ja, het is heel apart. Maar ja, we voelen eigenlijk als begeleiding en staf voelen we gewoon dat er een vibe zit. Dat er een klik zit met alles wat er is. En met alle mannen. Ja, het is echt heel leuk. Mijn hart begint opwindend te bonzen. En ook van vele, vele supporters van DVS TV. Ja, hey, bedankt. Dankjewel. En succes, heren. Dankjewel. En weer een nieuwe DVS'er. Wie? Ik ben Jeroen Buitenhuis. 21 jaar en ik kom uit Apeldoorn. Apeldoorn? Hé, hey, daar komen diverse spelers vandaan. Rijden jullie samen? Ja, we carpoolen, inderdaad. Heel goed, hartstikke goed. Waarom kies je voor DVS eigenlijk? Sportieve kant natuurlijk en ik kan daarnaast studeren nu, dus dat is helemaal mooi voor mij. Welke studie ga je aanvatten? Fysiotherapie of International Business and Management Studies. Ja. Interessant, interessant. Je hebt een aardige voetbalcarrière al achter de rug. Noem eens wat op. Vitesse, PEC Zwolle, NEC, AGV ook nog trouwens. Ja, dat was het allemaal. Dat zijn wel namen. En je bent ook nog ergens voor uitgenodigd geweest? Ja, ik heb 2 dagen met Jong Oranje meegetraind inderdaad, ja. En toen waren ze je pap zat? Nee, ik was gewoon 2 keer mee trainen. Want het was voor de, ja ik weet eigenlijk niet meer waar het voor het EK of zo was het, voor kwalificaties of zo. Zoiets was het. Maar het wil wel zeggen dat je in het pulletje toch op een of andere manier viel. Wat zijn je kwaliteiten? Creativiteit en tweebenigheid. Ik hou van actie maken wel. Positiespel. Ja.
En dan heb je op het middenveld bij DVS een behoorlijke concurrentie, denk ik. Ja, dat heb ik al wel gezien, ja. Maar ja, het is alleen maar mooi toch, een beetje concurrentie. Dat is inderdaad hartstikke mooi. Hey, ja, die sterke kanten hebben we het nu over gehad. Wat verwacht je eigenlijk van jou zelf, persoonlijk? Ja, dat ik eerst helemaal fit word natuurlijk. Want ik heb een blessure gehad natuurlijk. En dat ik zoveel mogelijk minuten kan maken hier. Ja, en dan vervolgens met het team? En met het team natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Proberen voor promotie te spelen. Dat zou wel mooi zijn. Ken jij teams uit de derde divisie? Ja, ik heb wel een aantal teams, ja. Kwekboys is natuurlijk een mooie ploeg. Komt veel publiek op af. Spakenburg is gedegradeerd. Dan heb je de jong teams, Jong Groningen, Jong Twente. Jong Almere City, als het goed is ook. Ja. Heb jij daar wel eens tegen gespeeld? Jong Groningen, Jong FC Twente, Jong Vitesse waarschijnlijk? Ja, allemaal zelfs, ja. Ja. Zat je ook zelf bij Jong Vitesse? Nee, niet bij Jong Vitesse, nee. Bij Jong PEC Zwolle? Ja, Jong PEC Zwolle, Jong NEC heb ik gespeeld, ja. Okay. Eerste wedstrijd, afgelopen zaterdag, tweede helft. Beviel het een beetje? Ja, beviel wel, ja. Het veld was wel een beetje droog natuurlijk, was warm. Maar voor de eerste paar minuten was het wel lekker, ja. Veel kwaliteit om je heen? Ja, dat ook zeker, ja. Je kan wel zien dat de jongens kunnen voetballen. Ja, en daar hou jij zelf natuurlijk ook enorm van. Hè? DVS is echt een voetballende ploeg en ja, daar pas je misschien wel tussen. Ja, daarom heb ik het ook eigenlijk hiervoor gekozen. Met het gesprek hierboven was het meteen duidelijk wel eigenlijk. Wij wensen je daar heel veel succes mee, Jeroen. Ja, dank u wel.